Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik een ringendoosje maken. Het is een klein doosje dat ik heb gemaakt van een eierdoos. Je kan er een ring in steken en die dan als cadeau geven. Je kan er natuurlijk ook iets anders in stoppen. Je kan hem ook voor jezelf maken. Wanneer je dan bijvoorbeeld gaat sporten, dan neem je je ringendoosje mee en als je dan onder de douche gaat, kan je daar je ringen veilig in bewaren. Wat heb je nodig? Een eierdoos. Die van mij is paars. Wanneer die van jullie geen kleurtje heeft, dan kan je die nog verven. Met waterverf bijvoorbeeld of acrylverf. Ik ga mijn doosje gewoon zo paars laten. Ik heb zelfs een bijpassend lintje. Je hebt ook naald en draad nodig. Een schaar. Een gaatjesknipper. En dan een paar stickers ter decoratie. Ik ga eerst mijn eierdoos uit elkaar halen. Ik heb twee van zulke stukken nodig, dus de stukken waar je normaal je ei in zet. Zo, die twee delen ga ik gebruiken. Met de rest van mijn doos kan ik nog een doosje maken voor mijn ringen of iets anders knutselen. En dan ga je eerst kijken waar je diepste punt is. En daar ga je beginnen knippen. En dan knip je zo rond. Zo heb je een doosje dat even hoog is aan alle kanten. Hoe groot je doosje wordt, dat hangt af van de eierdoos waar je mee begint. Ik ga de randjes nog wat beter knippen. En zet dan de twee stukjes tegen elkaar. Ga na of ze passen. Als het niet het geval is, ga je ze nog moeten bijknippen. Met een potlood ga ik een paar markeringen op mijn doosje zetten. Zo'n streep die loopt dan van het bovenste onderdeel naar het onderste onderdeel. En zo kan ik goed zien waar ik moet naaien om de twee onderdelen van mijn doosje aan elkaar vast te maken. Dus je gaat er met je naald en draad door. Je knoop moet dik genoeg zijn om niet mee met je draad door het karton te gaan. Mijn knoopje was niet dik genoeg, dus ik ga er nog een paar dubbele knopen rondleggen. En je knoop die gaat ook aan de binnenkant van je doosje zitten, dus die zie je helemaal niet. En dan ga je nu de lijnen gebruiken, de markeringen die je daarnet hebt gemaakt, om te zien waar je bij het onderste onderdeel door je doosje moet. Past heel mooi. Zorg ervoor dat de twee onderdelen van je doosje niet te strak aan elkaar worden vastgemaakt, want dan ga je ze niet meer op elkaar kunnen zetten. Dan ga je met je draad terug door het eerste onderdeel. Zorg ervoor dat je niet te dicht bij het eerst gemaakte gat door het karton gaat, want dan kan je karton scheuren. Ik ga nu hetzelfde doen, maar dan bij de andere markering. En zo maak ik een scharniertje voor mijn doos. Ik heb er een knoop in gelegd. En nu zit mijn doosje in elkaar. Het scharnier werkt echt goed. Maar ik wil mijn doosje natuurlijk ook kunnen dichtmaken aan de voorkant. Daarvoor ga ik mijn gaatjesknipper gebruiken.
Gebruik niet het grootste gat, want dan gaat die karton misschien weer scheuren. Maar zorg er wel voor dat je gat groot genoeg is om je lint door te halen. Ik ga een gat maken in het bovenste onderdeel en in het onderste onderdeel. Doe dat niet te dicht bij de rand van je karton, want dan kan het scheuren. Ik heb nu gaten gemaakt en mijn lintje past er mooi door. Ik knip het dan af en haal het dan van binnen naar buiten toe. En zo kan je een strikje maken aan de buitenkant van je doosje. Je kan ook een gewone knoop maken. Aan de uiteindes van mijn draad heb ik ook knopen gemaakt. Zo kan mijn draad niet uit mijn doosje schieten. En zo blijft ook mijn lint mooi bij elkaar. Want ik wil natuurlijk niet dat het uitrafelt aan de uiteindes. Nu nog wat versiering. Ik ga nog een sterretje kleven aan de bovenkant. Daar kan je eventueel nog de naam opschrijven van de persoon aan wie je je cadeau wil geven. Of een leuke boodschap. Je kan ook nog een strik maken met je lint en die op je doos plakken. Dus onze cadeauverpakking is alweer klaar. Je kan er een ring in steken, maar je kan er ook andere dingen in stoppen. Een cadeaubon bijvoorbeeld. Ik vind hem echt schattig geworden, het doosje. Wat vinden jullie van dit project? Laat het me weten bij de reacties. Als je de video leuk vond, geef me dan een thumbs up. En vergeet ook niet de andere video's op het kanaal te bekijken. Je kan je doosje natuurlijk ook nog verder personaliseren, er andere stickers op kleven, het doosje verven, je kan er glitter op doen, wat je maar wil. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden, vergeet hem niet te delen met je vrienden. En als je je op het kanaal abonneert, dan krijg je berichtjes zodra een nieuwe video verschijnt. Dus dan hoop ik jullie terug te zien bij de volgende video van Doe-het-zelf-ideeën.